Het is lekker weer. Ik ga even een uurtje baarzen met een klein twistertje. Misschien dat ik straks een grote chat eraan hang op de terugweg. We zien wel. Nou, mijn kleine twistertje doet het prima, want dat is, wat zal het zijn, nummer 20 of zo. Gaat echt achter elkaar. Verspeelt trouwens net een hele mooie, dus er is nog hoop. Nou, deze laat ik niet meer zien, zulke visjes, want het is lopende bandwerk vandaag. Deze trekt verkeerde baarsjes aan, alleen kleintjes, met zijn 2 grams kopje. Ik ga nu een 5 grammetje proberen die iets langer is en een andere kleur heeft. Deze heeft zich al eerder bewezen voor de wat grotere baarzen en ook snoek is er niet vies van. Even proberen. Hij haakt goed, moet ik zeggen. Kijk maar. Nog steeds veel last van waterplanten tot aan het taluut. Dat 5 grammetje leverde niks op, alleen maar volgers. Nou ja, aangezien ik liever missers heb dan volgers, ben ik toch maar weer terug op dat kleine 2 grams chatje. En het werkt, kijk maar. De laatste 200 meter heb ik geen baars meer gezien. Ik weet niet hoe het komt, misschien omdat de zon weg is, misschien omdat het harder is gaan waaien, ik weet het niet. Maar het is wel snoep weer inmiddels. Misschien zit hier gewoon geen baars omdat er snoek zit. Ik ga het even proberen nu met een 11 centimeter shad, een bruine. Altijd leuk natuurlijk als je theorie klopt. Maar ja, ik had wel iets groters in gedachten toen ik dat net zei. Het snoekje kwam binnen op deze shed. Daarna dook er nog een snoek op, vlak voor de kant, en die miste hem compleet. En dan had ik een losschieter van de grote baars. De laatste 100 meter verwacht ik alleen maar kleine baarsjes. En die worden dan op hun wenken bediend. Ik ga een beetje baarsjes tikken met een heel klein twistertje. Het twistertje is net zo groot als de wartel ongeveer. Kijken wat het oplevert.
10 minuten bezig. En dit moet nummer 10 zijn ongeveer op deze plek. Nummer 11 is iets groter. Een mooi baasje. Blijf hier nog maar even vissen. Tweede misser. Nou, dan krijg je met al die staartenbijters. Nou, op de laatste 100 meter of zo heb ik een stuk of 50, 60 kleine baarsjes gevangen. Allemaal klein. 95% is gewoon beneden de 10 centimeter. Ik vind dat geen goed teken, eerlijk gezegd. Ik heb nog 50 meter te gaan tot de auto. En dan doe ik toch nog even deze eraan. Die is iets groter. Want ik ben die staartenbijtertjes nu echt wel zat.